Centraal zie je hier staan twee dansende reigers. Een prachtig bronzen beeld dat Lies Lobato voor Peter Jan en mij gemaakt heeft toen we trouwden. Dit beeld symboliseert echter veel meer dan twee dansende reigers. Het is ook de energie van een bijzondere vrouw. En daar wil ik je wat over vertellen vanuit het idee: word buitengewoon. Lies was een Joodse vrouw en in de Tweede Wereldoorlog is ze gevlucht samen met haar verloofde naar Zwitserland. Ze heeft voorlopig gesproken met haar schoonmoeder van: ga nou alsjeblieft mee, want je loopt groot gevaar. De schoonmoeder wilde niet meegaan, geloofde ook niet alle verhalen van de Duitsers. En Lies is met haar verloofde via een barre tocht in Zwitserland terechtgekomen. Uiteindelijk na de oorlog bleek dat zij de enige van de familie was die overgebleven was. De rest was vermoord. Ook haar schoonmoeder was vermoord. En dan gaat haar man zijn studie afronden als maatschappelijk werker en wordt directeur van het Joods bejaardenhuis in Amsterdam. Je kunt je voorstellen wat die man steeds hoorde. Alsmaar dramatische verhalen, vol drama, vol slachtoffer. Maar hij kwam met die verhalen wel thuis. En uiteindelijk is deze man op jonge leeftijd gestorven, puur uit hartepijn. Toen nam Lies een belangrijke beslissing. Ze zei: de hel op aarde heb ik gezien. Elk mens, dus ook ik, verdient de hemel op aarde. En ze verbrandde al haar dure pakjes die ze moest dragen, omdat ze de directeur van de vrouw van het bejaardenhuis was. En ze ging leven. Haar motto werd: het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. En in die hoedanigheid ontmoeten wij jaren later Lies en wordt zij een belangrijke vriendin in ons leven. Niet alleen in ons leven gewoon dat ze af en toe een maand bij ons in Frankrijk was, maar vooral ook naar onze studenten toe. Want menige workshop heeft Lies een onderdeel verzorgd door een stukje van haar levensverhaal te vertellen, maar vooral feedback te geven op het gedrag en de uitstraling van onze studenten, die allemaal coach of counselor wilden worden. Ik vergeet nooit meer dat ze op een gegeven moment tegen een vrouw zei: kom eens uit die grijze muis. Je bent toch veel meer dan die grijze muis. Je kleding trekt je naar beneden, je energie naar beneden. Ga meer stralen. En ze deed een sjaal af en deed die om bij die studenten van ons. En je zag werkelijk deze vrouw transformeren. Je zag ze veranderen. Want Lies hield ons allemaal steeds één spiegel voor. Doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Dat vond ze zo'n banale benadering. Dat haalt mensen zo naar beneden. Ze zei: doe buitengewoon. Doe buitengewoon. En volg de stem van je hart. Leef vanuit je grote droom, je oerverlangen die je hebt. Maar ga daarvoor. Lies, haar leven is een tijd lang heel onzeker geweest. En ik weet nog dat ze op een bepaalde dag tegen een van onze studenten zei: wat zit je nou te zeuren? Je zit zo te mouwen over je leven nu. Als je het kan veranderen, verander het dan. Word jij bedreigd met de dood? Dan kan ik me voorstellen dat je voorzichtig bent. Maar je wordt toch niet bedreigd om wie je bent? Om de achtergrond die je hebt? Doe dan wat. Kom in beweging. Dat heeft ons vaak tot nadenken gezet. Kom in beweging. Je wordt niet bedreigd met de dood. Toch worden er op dit moment wereldwijd heel veel mensen bedreigd met de dood. Omdat ze homo zijn, omdat ze anders geloven, omdat ze anders denken, omdat ze anders in het leven staan. En er zijn heel wat regimes waar geen ruimte is voor andersdenkende of anderslevende. Zo ben ik enkele jaren geleden begonnen met Homo's in de Knel. Dat was een project waarbij we
mannen, vooral, het waren eigenlijk voornamelijk mannen in het buitenland, vooral islamitische landen, die in groot gevaar waren. Daar hadden we gesprekken mee, coachgesprekken, één keer in de week. Dat waren mannen uit allerlei landen, soms zelfs dichterbij, waarvan je dacht, hè, is daar nog vervolging? Moet je daar nog in de kast blijven zitten? En uit een van die contacten groeide meerdere en diepere vriendschap. Dat was Mohsen. Mohsen is op een bepaald moment naar Frankrijk gekomen op uitnodiging van ons en heeft hier 9 maanden verbleven. En dat was een periode van inzicht, vreugde en voelen dat je buitengewoon bent. Dat je een taak hebt. Dat je een zielenmissie hebt. En Mohsen heeft zo'n zielenmissie. En samen met Mohsen wil ik komend jaar vanuit het centrum wat we oprichten samen, Centre La de Vivre, het is dus eigenlijk een afdeling van het Internationaal Holistisch Centrum, maar daar willen we stilstaan bij de levenskunst. En we willen mensen, echtparen ontvangen, waarvan één van beide terminaal is, die als het ware zijn laatste vakantie bij ons wil doorbrengen. Een vakantie niet van ziek zijn, maar een vakantie van terugblikken, van contemplatie. Maar ook stilstaan bij de hoogte en dieptepunten uit het leven. En Mohsen wil van die gesprekken een video maken. Een soort geestelijk testament. Je neemt dat mee naar huis en je kunt het altijd zelf gebruiken voor je eigen afscheidsrituelen. We hebben nu al enkele ervaringen waarmee dat gebeurd is en het was zeer indrukwekkend. Natuurlijk zijn we niet de hele dag hier bezig met moeilijke gesprekken en uitputten en de diepte gaan. We staan ook stil bij vreugde en genieten. De mooie omgeving hier, de natuur. En misschien zijn er momenten dat je alleen of met je partner of met ons kleine bezoekjes af wil leggen aan mooie plekken hier in de Dordogne. Dat is het project wat ik samen met Mohsen ga opzetten. Een project waarin hij een grote rol gaat spelen. Daarnaast zal hij, wanneer hij eenmaal in Frankrijk is, zijn studie weer oppakken aan de universiteit, zijn masterdeel online marketing. Want hij heeft meer plannen. En een van die plannen waar ik een volgende keer wat uitvoerig over wil praten, is een online marketing opzetten voor kunstenaars vanuit een kunstenaars die een beperking hebben, die gehandicapt zijn, maar die prachtige producten maken en die hun product naar buiten willen brengen. De volgende keer wil ik daar wat meer over vertellen. Nu is het belangrijk, kijkend naar dat beeld, die 2 dansende reigers die aangeven, het leven mag gevierd worden. Het leven is 1 groot feest. Maar zorg ervoor dat je wel je kop boven het gasveld uitsteekt. Want de oude uitdrukking, dan wordt je kop afgehakt, dat is dus jammer. Want het gaat er juist om dat jij buitengewoon wordt. Dat jij met jouw kwaliteit en jouw krachten, vanuit jouw zielenmissie, jouw levensopdracht, dat je daarmee naar buiten komt. Ik daag je uit om daarbij stil te staan. En mocht je een stukje ondersteuning nodig hebben om jouw droom waar te maken, kijk dan eens naar een van de artikelen die op de website staan, die gaan over het realiseren van dromen. Of kom nadat de corona voorbij is naar een van de workshops hier in Frankrijk. We gaan daar met jou de diepte in om komen bij jouw potentieel, om te kijken hoe jij dat vorm kunt geven. Want vier het leven, maar hang wel zelf de slingers op.